Nou, laatste wedstrijden wel minder, want dan speel ik vaak terug. Maar in die periode speelde ik denk ook wat aanvallender. Speelde ik rechter middenvelder in een systeem met 1-6. Dan was ik een van de twee vooruitgeschoven middenvelders. En ja, ik denk dat ik in die periode gewoon veel vaker in de 16 ben gekomen. En de meeste goals worden in de 16 gemaakt. Dus als je wil scoren, dan moet je daar komen. Ik denk dat dat vooral een mindset is. De trainer heeft dat toen wel aangegeven van... toen ik in die positie ging spelen, dat je dan vaker in de 16 moet komen. Zeker toen Messi in de spits speelde, omdat hij dan vaak uitzakt. Dat je dan ook in die ruimte kan duiken. Dus dat is wel aangegeven ook.